Dokter van der Woude, OK3. Dokter van der Woude, OK3. Hallo, OK3 hier met dokter Buitendijk. Ik neem waar voor dokter van der Woude. Die is vandaag absent. Kan ik iets betekenen? Ja. Ja. Nee, zou ik niet doen. Heeft de patiënt absoluut geen baat bij. Ik kan zo meteen wel even komen naar de OK3. Juist, ja. Ik heb nog één patiënt in de wachtkamer en daarna kom ik meteen bij complicaties even bellen. Akkoord. Volgende patiënt. Hoe? Goedemorgen. Goed, ik kom voor de... Is de dokter er niet? Ik ben dokter Buitendijk. Ik neem waar voor dokter van der Woude, want die is vandaag absent. Gaat u zitten. Oh, ja, u bent een... U bent een... Wat? Vrouwtjesdokter. Teefje. U bent nieuw voor mij? Heel graag. Dus ik wil eerst even wat gegevens van u noteren. Ja, mezelf natuurlijk. Hoe is de naam? Mijn naam? Mijn naam is Vers. Vers, de heer Vers. V-E-R-S, de heer Vers. Vers, juist. En uw voornaam? Kers. Kersvers? Kersvers. Verser kan het niet, zeg maar. Hè. En bent u getrouwd? Ja, ik ben getrouwd, hoor. Dus wat dat betreft hoeft u zich geen illusies te maken. Dik voorzien. Mooi. En hoe heet uw vrouw? Lucy. Lucifers? Lucifers, ja. Kent u dat? Wat was de meisjesnaam? Doosje. Lucifers doosje? Ja, het kwam toevallig zo uit, maar het schuift goed in elkaar, dus het maakt maar verder niet uit. Heeft u ook kinderen, meneer Vers? Ja, ik heb twee kinderen, dokter. Mooi, hoe heette die? Vers 1 en vers 2. Dus als ik het goed begrijp, woont u thuis met 4 personen, ja, is dat correct? Ja, we zijn met 4 personen, nou, we zijn eigenlijk met 5 personen, want mijn schoonmoeder woont ook bij ons in, mijn schoonmoeder. Uw schoonmoeder, en hoe heet die? Kakelvers. Gaat de hele dag door. Bent u zo bij elkaar gekomen? Waar heeft u elkaar in godsnaam ontmoet? Ja, in de supermarkt. In de supermarkt? De versafdeling. Meneer Vers, we gaan nog eventjes door. Ja. Waar woont u? Ik woon thuis. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar waar staat uw huis? Oh, dat staat bij mij in de straat. Dat hebben ze in de tijd daar neergezet. Staat mij niet in de weg. En hoe heet die straat? Nou, het is meer een weg. Het lijkt op een straat, maar het is een weg. Ja, is het nou een straat of een weg? Het is een weg. En hoe heet die weg? Straatweg. Straatweg. Tenminste, aan de ene kant van de straatweg wel, maar aan de andere kant van de straatweg op dit moment minder. Hoe bedoelt u dat? Nou, ze zijn bezig met de riolering, dus aan mijn kant van de straatweg is niks aan de hand, maar aan de andere kant van de straatweg is de straatweg. Ik zet gewoon straatweg. Ja, u komt toch niet op visite, dus wat maakt het uit? Eens eventjes kijken. Ik heb hier de heer Vers, ja. Kers. Nou, het is getrouwd. Andersom eigenlijk, hoor. Het is de heer Kersvers. U zei de heer Vers Kers, maar het is de heer Kersvers. Eerst Kers. En dat was... weet ik, meneer Vers, maar ons kaartsysteem werkt andersom. Zeker een Belgisch kaartsysteem. Zo eens eventjes kijken. Oh, wacht, ik heb uw woonplaats nog niet. Waar woont u? Ik woon in Lek. In Lek? De Aan Krimpen. Dank u. Meneer Vers, wat is uw beroep? Nou, ik ben drukker. Ah, ja. U werkt dus op een drukkerij? Nee, ik werk op een paperclipfabriek. Ik ben hoofd van de afdeling Ronde Bochies. Ronde Bochies? Ronde Bochies, dan moet je bij mij zijn. Ik ben van de Ronde in de Paperclip, zit er een Rond Bochie. Ben ik de hele dag mee bezig. Dat is een hoop werk, hoor. Eén dag voor één doosie. Dat is een werk. Doet u dat met de hand? Nee, met een vierkant tangetje. Meneer Vers, u bent erg in de war, hè? Ik? Ja, daarnet zei u nog dat u drukker was. Ja, dat klopt. Wat drukt u dan? Op een knop. Op een knop? Ja. En dan? Dan gaat de deur open. Dan gaat de deur open? Ik druk hier op een knop en dan gaat daar de deur open. Ik weet ook niet hoe het werkt. Het gaat elektronisch, denk ik. Maar het is in ieder geval afwisselend werk, dat wel. Zo is dat afwisselend werk? Ik druk ook wel eens met deze hand. Dan gaat die ook open. Is dat alles wat u doet? Nee, ik tik ook nog. Ah, u tikt op een toetsenbord? Nee, tegen het raam.
Tegen het raam, waarom? Ja. Hoezo? Nou, als ik zie dat ze buiten aan mijn fiets zitten, dan tik ik even tegen het raam. Dan tik ik tegen het raam en dan zeg ik, ga je weg? Ga je weg? Maar dat horen ze niet, want het is een hermetisch raam. Maar ze gaan wel weg. Met mijn fiets.